Het nieuws op 1 Twente van vrijdag 15 februari. Grols wil Lidl bier uit de schappen. En hoe herkenbaar is ambulancepersoneel straks? Ik ben wel heel erg blij ook met het uniform, hoe het eruit ziet. Het is echt onderscheidend. Het ziet er anders uit dan andere hulpdiensten. Nou, dat... Goedenavond. De Fiat heeft vanochtend een inval gedaan bij een vestiging van Structon, onderdeel van het Oranje Woud concern van Enschede's ondernemer Gerard Sanderink. Het gaat om de vestiging in Maarsen. Structon wordt verdacht van het betalen van steekpenningen rondom het verkrijgen van een opdracht voor een metrotraject in Riyad in Saoedi-Arabië. De Fiat zocht vandaag op meer locaties van Structon en nam daarbij administratie in beslag. In Twente heeft het bouwconcern dochterbedrijven in Oldenzaal, Enschede en Hengelo. Grols wil dat Lidl stopt met de verkoop van kordaatbier, omdat de naam en de verpakking te veel lijken op Cornuit van Grols. Gisteren troffen beide partijen elkaar bij de rechter. Die moet in kort geding uitmaken of Lidl onmiddellijk moet stoppen met de verkoop van kordaat. Beide partijen hielden de rechtszaak stil. De uitspraak volgt over 2 weken. Ambulancepersoneel in Twente test deze maand nieuwe kleding. Het uniform heeft een flinke metamorfose ondergaan. Zo is het fluoriserende geel en felle groen verdwenen. 4 jaar is gewerkt aan een modernere en sportievere kledinglijn. De vraag is nu of de kleding nog wel herkenbaar genoeg is. Nou ja, aan de broek te zien zou ik eigenlijk denken een soort van technisch beroep. Maar als ik naar de rest van de kleding kijk, denk ik misschien sportinstructeur. Iemand die in de sportzaal coacht of zo. Ik weet hem. Ja, ik ook. Volgens mij werkt hij in de ziekenzorg. Leuk om te zien, al die verschillende reacties. Ja, wat opvalt is dat er natuurlijk heel veel verschillende reacties zijn. De een vindt het mooi, de ander vindt het niet mooi. Mm-hmm. Heel veel mensen kennen het nog niet. Dat is logisch, want het is eigenlijk heel nieuw. Maar ik ben eigenlijk wel heel tevreden over hoe ze reageren. Ik vind het niet mooi. Ik vind het ook niet een mooie combinatie. Ja, ik vind de kleuren wel mooi, maar ik vind het motief niet mooi. Nee. En het model niet. Nee. Ik vind het wel lekker fris en het valt op. En dat moet ook, denk ik. Ja. Ik vind het helemaal niks. Dat groene jasjes en dat. Je moet gewoon de hulpverlening moet je gewoon duidelijk zien. Hetzelfde als de politie. Die loopt nu ook in nieuwe kleding, in het geel. En dan moet de ambulance personeel ook. Ik ben wel heel erg blij ook met het uniform, hoe het eruit ziet. Het is echt onderscheidend. Het ziet er anders uit dan andere hulpdiensten. Nou, dat hoor je de mensen ook zeggen. Mm-hmm. En dat het zo is dat mensen eraan moeten wennen, ja, dat geloof ik graag. Na de proefperiode worden verbeteringen doorgevoerd. Vanaf de zomer moet het ambulancepersoneel het nieuwe tenue gaan dragen. In de nieuwe havenkom in het centrum van Almelo komt een kunstwerk. Maar welk kunstwerk is nog de vraag? Vanochtend werden 3 ontwerpen gepresenteerd door wethouder Jan-Martin van Rees. Tot en met zondag 3 maart kan gestemd worden op de kunstwerken via de website van de gemeente Almelo. En over een maand wordt dan bekend welk kunstwerk daadwerkelijk komt. Ik vind dat die mevrouw van Wenzel, als ik het goed uitspreek... De ijsvogel vond dat hij heel goed naar ons heeft geluisterd. En je krijgt in plaats van 1 kunstwerk 3 stuks. Nou, dat is helemaal mooi meegenomen. En goed, we krijgen 1 op de, zeg maar, aan de havenkom en 2 in het water. Het maakt tegelijk het water niet heel saai. Roos Bluffband timmert stevig aan de weg. De singer-songwriter die haar opleiding in Enschede deed, heeft net een nieuw album uit en is aan een bijbehorende tournee begonnen. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema. Ik heb een nieuw album, Kleed Me Uit heet die. En ik heb er 2 jaar aan gewerkt. En de liedjes had ik eigenlijk al wel echt 2 jaar geleden ook al klaar. Maar ik ben vervolgens echt op zoek gegaan naar hoe wil ik dit muzikaal gaan vormgeven. Want ik had heel duidelijk iets in mijn hoofd.
Wat ook wel een beetje anders is dan wat ik eerder gemaakt heb. En met allemaal verschillende producers gaan werken, met synthesizers en van alles en nog wat gedaan. En ja, nu is het af. Ik ben er echt super blij mee. Ja, heel gaaf. Ik heb zeg maar de echte diehard Roos Bluffpand fans, die moeten een beetje wennen. Want het is echt anders. Het is wat duisterder en rauwer. En dus dat hoor ik wel af en toe, van ik moet een beetje wennen. Maar de meesten zeggen dan na een paar keer luisteren en als je dan die, ja, de woorden meer tot je hebt door laten dringen, dat ze het beter, ja, dat ze het echt tof vinden. De zon zo nodig moet schijnen, schijn al niet op mij, schijn al niet op mij. Ja, ik ben ambassadeur van de Plastic Soup Foundation geworden sinds deze zomer. En dat komt omdat ik sowieso eigenlijk alles wat ik muzikaal doe probeer zo duurzaam mogelijk te doen. En het decor van deze tour die ik nu aan het doen ben, die afgelopen zaterdag begonnen is, is ook helemaal van zwerfplastics tot stand gekomen. Dus ja, dat is ook om die problematiek aan de man te brengen, zeg maar. Ja. Je doet veel meer dan alleen maar mooie muziek maken. Ja, dat wel. Volgende week vrijdag treedt Roos Bluffpand op in Metropool Hengelo. En vanavond is ze hier op 1Twente te zien in de uitzending van Hengelo's Pijl. Die uitzending begint om 11 uur. En dan het weerbericht. Het lijkt wel lente en dat blijft de komende dagen ook zo. Het is droog, er staat weinig wind en de zon schijnt volop. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Omdat het zo helder is, zijn de nachten wel fris met temperaturen net boven het vriespunt. Ook na het weekend blijft het nog dagenlang lenteweer. En tot zover deze nieuwsuitzending. Zometeen zie je hier Twente Breed en Rock'n'Roll Circus. Nu eerst de ballenverstand. Een fijn weekend.